volgen. Volg die vlag. Met de demonstratie die tegen het wanbeleid. En we zeggen de vertrouwen in de regering op. Mijn signaal vandaag is dat de bevolking hun vertrouwen in de regering hebben opgezegd. We hebben geen vertrouwen meer. We denken niet meer of we zien gewoon dat Chang dit niet gaat kunnen redden. In plaats van Suriname redden, gaat hij wat in een diepere gat brengen. En de regering die daarna zal volgen, dat zal veel meer werk hebben om die gat te dichten. Okay. Dan met de IMF-deal. Mensen zo even centraal staan, de politie is aan het praten. Ja. En je weet, het is onze beste kameraad. Dus laten we even luisteren vast naar wat de politie ons te vertellen. Nou, de politie doet zijn werk. Ik ben activist. Ik heb ontevreden burgers achter me. En je weet hoe moeilijk het is om ontevreden burgers in toom te houden. Ja, ik moet een vergunning hebben, maar ik heb bewust niet gestoord, want ik heb informatie gezocht. En aan de hand van verkregen informatie dat ze geen vergunning zullen afgeven. Dat komt ook van mensen die daar op het commissariaat werken. Hebben ze gezegd van ja, vanwege die COVID-situatie ga je geen vergunning krijgen. En dat is logisch. Mm-hmm. Dus niet aan kaboen, dan spannen naar vergunning. Dat doe ik mijn ding, zolang ik de COVID-regels zijn aangehouden. En hoe we met onze leuzen komen van weg met de regering. Dan moet je begrijpen dat er sowieso nog geen vergunning kan krijgen. Want deze is nog pro-regering. De reden waarom die mensen hier staan en die wetten overtreden, is omdat de regering niet met de bevolking communiceert. Wij bepalen wat er dan boven gebeurt. Wat niet goed is voor ons, keuren we af. Wij zijn fout tegen onrecht. Je hoeft mij niet te volgen. Volg die vlag. Als je toevallig NDP'ers erbij hebt gezien, dan zijn het toch Surinamers. Maar dit is niet van de NDP. NDP staat niet hier achter. Anders denk ik dat het vanaf dag 1 veel drukker was geweest. Dit is een andere belang. Ik ga het zetten met koers.